Dit is de derde keer in Hengelo en dit is de Twentse vakantiebeurs. De studenten organiseren allemaal hun eigen stand. Dus het zijn tweedejaars studenten travel, zeg maar toerisme heette dat vroeger. En die hebben allemaal zich ingelezen en zijn bestemmingsspecialist geworden. En voor hun eigen bestemming hebben ze hun stand ingericht, ze hebben een hapje geregeld, ze hebben een informatiemap gemaakt. En vandaag hopen ze heel veel mensen te kunnen verwelkomen die komen informeren over hun bestemming. 8 bedrijven aanwezig, inclusief Mystiek Iran, wat een nieuw bedrijf is voor op deze beurs. De andere bedrijven hebben we al eens eerder mogen begroeten. Dus het is een combi van studentenproject met nog wat bedrijven erbij. Ja, wij zijn hier vanuit school, vanuit het ROC van Twente. En wij organiseren eigenlijk met de hele opleiding deze vakantiebeurs met dus verschillende landen en verschillende informatiepunten. We zijn vanaf november eigenlijk al bezig hiermee. En dan krijgen we dus een soort van draaiboek. En daar staat alles in wat we moeten doen. Elke week een andere opdracht, zoals promotie maken. Voor deze hele beurs, dus een Facebookpagina aanmaken of een Instagrampagina. Allemaal verschillende dingen. Dus eigenlijk is dit nog maar een klein gedeelte van wat we allemaal wel niet hebben gedaan de afgelopen weken. Ja, ik denk dat het wel leuk is om hier naartoe te gaan, want in Utrecht heb je natuurlijk ook die hele grote vakantiebeurs. Maar dit is door echt studenten zelf gemaakt. Dus ik denk dat het wel heel leuk is als je hier als gewoon bezoeker naartoe gaat. Ik zou het persoonlijk liever online doen. Het ligt er wel aan. Reizen dichterbij zou ik wel zelf online gaan zoeken, maar voor bijvoorbeeld Amerika, Canada, dat soort reizen, zou ik wel zelf met naar een tour operator gaan. Ik vind hem heel leuk opgezet. Het is echt een heleboel landen en we zijn eigenlijk nog maar net binnen, maar het eerste stuk wat we gezien hebben is heel leuk. Nou, ik vind het heel interessant en heel veelzijdig en vooral wat ik inspirerend vind is dat er zoveel jonge lui achter die kraampjes staan. Waarschijnlijk zijn het leerlingen van het ROC, neem ik aan. Hè? Ik weet het niet zeker, maar ik vind het wel heel veelzijdig. Ja, en leuke hapjes erbij. En het komt ook steeds meer publiek. Ja, wij wonen ook in de, hier dichtbij, dus zeker zullen we hier weer heen komen. En elk jaar als deze beurs is, dan kom ik toch even kijken.